Het nummeren van palen. Ik selecteer één paal en ik ga naar Smart Scan Modify Element. Dit is een geselecteerde paal, maar aan de linkerzijde kan ik ook gaan selecteren dat ik bijvoorbeeld alle fundatiepalen rond wil, of eventueel gewoon alle objecten. Ik wil deze palen een mark gaan meegeven. En deze mark ga ik laten maken door te kiezen voor rechtermuisknop Sort Mark. Wanneer ik dat bij eentje doe, pakt hij eigenlijk alle elementen hierin. Het eerste tabblad Grouping kies je eigenlijk hoe je de palen wil groeperen. Dit is niet per se nodig. En ik kies hier nu ook niet voor. Bij numbering geef je aan hoe je de palen wilt nummeren. Moeten ze allemaal een uniek nummer krijgen, dan kies je voor Instance ID. Moeten ze bijvoorbeeld op basis van Family Type of Family Name, dan kan je daar ook voor kiezen. Of misschien moeten ze wel op volume of op hoogte, lengte, breedte. Al die parameters kunnen eventueel gekozen worden. Ik kies nu Instance ID. Bij sorting geef je aan hoe je de palen wil sorteren. In eerste instantie heb ik hier gekozen voor de Z-positie. Dan worden dus eerst de onderste, de laagste palen genummerd. Vervolgens gaat hij kijken gewoon naar X, Y. In het laatste tabblad Sort Mark ga je de code samenstellen hoe de mark eruit moet zien. Je kunt hier allerlei parameters kiezen en eventueel nog meer wanneer het nodig is, maar de calculated sort mark nummer geeft een conclusie weer van al de vorige tabbladen. Eventueel kunnen de digits nog ingesteld worden dat ik altijd een tweecijferig getal wil hebben. Dat is nu niet nodig. Ik druk OK. De palen hebben een nummer gekregen. En ik kan dit natuurlijk laten zien door de palen door een tag te plaatsen met bijvoorbeeld tag all. De laagste palen, die het diepste in de grond zitten, krijgen de laagste nummers. En dan van X naar Y.